allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze video op ons account. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je heel simpel en eenvoudig een eigen cocktail kan maken of zelf kunt bedenken. Ik ga jullie vandaag een cocktail laten zien die ik ga maken, die ik zelf verzonnen heb. En daarvoor heb je nodig sinaas, passoa en sherry cola. En natuurlijk om niet te vergeten ijs. Maar goed, dat zit nog in de vriezer, dus daar moeten we heel eventjes op wachten. En dan gaan we eindelijk beginnen met onze mysterieuze cocktail. Is die nou lekker of niet? Daar gaan we zo meteen achter komen. Ik heb geen idee, want ik heb het spontaan bedacht. Ik wilde eigenlijk iets anders maken, maar dat had ik natuurlijk niet in huis. Dus ik moest improviseren. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga eens in de kast kijken wat ik allemaal aan spullen heb. Heb ik bij elkaar gepakt en ik ben benieuwd of het lekker is. Een paar uur later, ik ga kijken of de ijsblokjes klaar zijn. We kunnen beginnen! Oké, nou, dan beginnen we natuurlijk met de ijsblokjes. Dan gaan we eerst voor. Dan doen we eerst de passoa. Doe je denk ik ongeveer zoiets, net als bij een passoa sinaas. Dus als je een mixje doet. Dan doen we natuurlijk de sinaas. Zo, nou en tot slot de sherry cola. Ik ben echt zo benieuwd naar deze smaak, hoor. Maar zoals sinaas vind ik echt heerlijk, maar ik heb echt geen idee of dit een combi is. Oh, oh, het ziet er wel heel mooi uit. Echt heel cool. Ik ben heel benieuwd. Ik ga even een rietje pakken en dan ga ik hem proeven. So excited. Nou, ik zit nu lekker in de tuin en ik ga nu deze cocktail proeven. Ik ben echt zo benieuwd. Oh my god, jongens. Dit is vet lekker. Echt een aanrader om te maken dus. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen like achter te laten en een bericht te schrijven hieronder. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!